Welkom bij het domste idee van mijn hele fucking leven. Ik ga zometeen nu hardlopen. Ik hardloop 2 keer in de week. En nu dacht ik van, Marije is ziek en ik moest een video idee doen. En ik wilde geen vlog maken, want dat is boring. En toen dacht ik, weet je, ik kan ook gewoon filmen dat ik 5 kilometer ga hardlopen. Niet achter elkaar. Ik wil sowieso in 30 minuten misschien halen, maar dat haal ik sowieso niet. Maar dan niet bij elkaar, maar gewoon apart. Dus als ik pauze hou en ik loop een stuk, en dat is een halve kilometer, reken dat niet mee met de 5 kilometer, oké? Okay? Dus ja, dit wordt het domste idee ever. Gaan we dat doen? Ja, dus let's go. Oké, en je kan zien, hier is lekker zon. Daar is een donkere lucht. Dus het kan soms ook nog gewoon gaan regenen. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien. En het waait ook. Dus ik moet even kijken hoe we gaan rennen. Maar je kan hier ook langs. En dit ziet er leuk door uit om hier te lopen. Tussen dit paadje dan hier. Dus ik ga hierheen. Ik moet even mijn horloge aanzetten. Want anders missen we dat dan. Ik kan niet eens 1 kilometer op elkaar rennen. Max 500 meter. Dus dit wordt nog grappig. Marijn en ik hebben vroeger al eens een keer zo'n video geprobeerd te maken. En ik zal je vertellen, dat mislukte compleet. Want ik was echt, ik ging dood. Letterlijk. Maar toen was ik nog niet aan het hardlopen. Nu wel. Dus het moet lukken. Denk ik. Oké, hij is aan het doen. Even kijken. Ja, we kunnen hardlopen. Oh god. Weet je? Kijk. Woe, woe. Yay. Oh, daar ben ik. Kut. Ik moet echt niet om mijn bek gaan. Oké. Het is net zoals je telefoon bekijken en dan gaan kijken terwijl je aan het autorijden bent op je telefoon. Dat je niks kan zien. Niet dat ik dat doe, maar dus ik kon ook nooit op mijn fiets op mijn telefoon. Maar oké, we zijn aan het hardlopen. Jee. Ja. Fuck. Ik zit nu al te denken van, waarom heb ik dit gedaan? Ik kan nog steeds afzeggen. Maar ja. Er zit nog allemaal eten in mijn maag. Heerlijk. Nou ja. Heet. Fucking hell. Hier nog wat mooie shots van mij. Oh, kut. Hoppakee. Ik ga even hardlopen. Dan kom ik zo weer terug. Oké. Het ging lekker. Maar, oh god, mensen. Dus ik zal snel even. Ik dacht, oh mijn god, ik heb al een kilometer gerend. Ik kon niet meer. Ik heb nog maar 35 gerend. Dus ja, nog 4,5. En dit tel ik dus niet mee wat ik loop. Maar ik ga even lopen. Maar dan komt zo meteen een vrouw aan, dus ik ga even stoppen met filmen. Dat is awkward as fuck. Tot zo. Oh, never mind. Die vrouw loopt de andere kant op. Oh, vlinder voor mijn neus. Kijk, wat prachtig, de boes. Oké, in ieder geval. Het ging echt goed, maar opeens kreeg ik last van mijn kuiten. En ik ben niet gewend om 500 meter achter elkaar te rennen, want ik doe 1 minuut om de 1 minuut en dan ren je maar. Ik rende max 200 meter in een minuut, denk ik. In ieder geval. We zijn nu een trappetje op. We zijn nu op een weg. Ik kwam daar vandaan. Zo. Kijk maar wat een uitzicht. In ieder geval, als ik hier ga rennen. Maar ik wil die vrouw niet inhalen. Maar ja, shit happens. Dus ik zet mijn ding weer aan. Hervatten. And we're going. Again. Oh mijn god. Ik ben er denk ik wel trots op mezelf als ik het haal. Ik doe het niet achter elkaar. Maar dat komt over een jaar van zo. Dus ik ga weer even hardlopen. Oh, ik ben al even een tijdje aan het lopen. Dit is mijn derde keer dat ik stop. Denk ik. Ja. Oh mijn god. Van ik wist dat ik niet echt een goede conditie had. En de 1 minuut om 1 minuut hardlopen gaat geweldig. Maar dit jongen. Fucking hell. Maar in ieder geval nog 30 meter. En dan zitten we op de kilometer. En dan moeten we nog 4. Nou ja. Ik denk als ik elke keer ga lopen even. En dan weer ga. Dan wordt het vast wel haal. Ik ga hier weer beginnen. Door het weer geen asfalt meer. Dus ja. Ik heb eigenlijk wel zin dat het een beetje gaat regenen. Dat is lekker. Maar in ieder geval, ik ga weer hardlopen, want ja, moet ik dat toch wel doen. Echt, waarom was Marijn me nooit ziek, dan had ik dit ook niet op mezelf gelegd. Oh. Oké, nou ja. Ik sta ook niet scherp of zo, dank u, daar ben ik.
ook al de fietsen. Je kunt het. Oké. Okay. Ik ga hardlopen. Hij gaat daar omhoog fietsen. Veel plezier voor hem. Ik kreeg een hartaanval. Ik dacht dat hij achter me aan zou komen. Ik wou niet als achter me aan zou komen, maar achter me aan fietsen op dit pad. En dat hij me zou zien met de camera. Niet qua andere dingen waar sommige meiden zorgen over maken. Oké. Okay. Dus ik ga hardlopen. Ik zit nu al de hele tijd dit stuk te kletsen. En dan kon ik gewoon hardlopen. Dan had ik minder te hoeven te gaan. Maar in ieder geval, die man zit me een beetje aan te kijken. Dus ik zet mijn timer weer aan. Sorry. En we gaan. Oké, ik wil het wel zin om zo meteen. Oh, ik was zo naar huis om lekker te douchen. Maar ja, hè. Niet gedacht dat dit een leuk idee is. Ik dacht dat ik iemand voor de schil. Het zou vast wel over mezelf zijn. In ieder geval, ik ga weer hardlopen. Holy moly. Ik denk als ik de andere kant naar huis ga weer, dat ik wel beter beeld heb. Nu is mijn hoofd dood. En ik ook. Kijk, een gootje. Kom op, Bob. Oké. Hoe ben je nu hier? Ik ben dit even omhoog gelopen, man. Godverdomme. Ik wist echt niet dat ik zo'n slechte conditie had in mijn hele leven. Ik weet niet. Van, ik kan hardlopen, maar volgens mij ten eerste mijn benen doen pijn. En dat is niet de ergste, want maar mijn benen komen niet vooruit. Qua, als je als eerst gaat, ga je heel snel altijd. Dat is ook echt dom als je dat bijvoorbeeld doet. Dat doe ik ook al. Maar als je denkt, ik heb zoveel energie, dus ik kan nu echt super hard rennen. Maar dan kan je het niet echt lang volhouden meer. Maar bedoel, ik ga dood. Godverdomme. En het is hier ook niet allemaal plat, want het is Spanje. En daar heb je bergen. En dat vind ik niet erg. Is juist goed. Maar bedoel van, niet als je geen conditie hebt zoals mij. Of je kan gewoon niet meer. Ik zit maar op de 1.17. Godverdomme. Ik heb zoveel spijt van deze ding. Niet spijt ervan. Ik heb gewoon idee. Ik denk van, ja, ik kan dit beter niet doen. Fucking hell. En wat heel grappig is, van, ik loop sowieso al dubbele van huis. Dus ik heb sowieso al 2 kilometer gelopen. Met hardlopen erbij. Dus dat is gewoon 2 kilometer. Oh mijn god, zie je dat daar? Daar gaan we dus even niet omhoog. Hè? God, zie mij. Ik wil dood. Nou, ik vind dat we wel even hier kunnen rennen. Daar is nog plat. En dan haal ik weer wat kilometers erbij. I mean. En dan ja. Dan weer gewoon terugrennen. En dan heen en weer. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar we gaan het zien. Ik wil die 5 halen. Maar ik weet dat ik dat niet ga halen. Maar ja. Gelukkig is het niet heel heet en heb je een lekker natuurtje. Oh, kijk, mijn vlechtje is ook heel cute, zie je? Ik heb zo kort haar dat alles eruit peilt. Ja. Oh, ik ga hier even hardlopen. En dan kom ik weer bij jullie terug. Fucking hell. Je weet dat ik juist zojuist heb gezegd van, dat kan niet meer. Je weet niet of ik ga. Ik heb letterlijk zojuist 1 kilometer al gedaan gerend. Vraag me niet hoe de fuck ik dat heb gedaan. Maar oh mijn god, ik zweem nu echt helemaal kapot. Ik ben kapot. En ik kan gewoon bijna niet meer. We zitten nu op 2.23. We moeten nog 2.70 of zoiets. Maar holy moly. Zo raar, random ook opeens. Ik was helemaal kapot en opeens haal ik de vang 1 kilometer. Ik weet niet, ook nieuw. Maar het kwam misschien ook omdat het meest naar beneden ging. En dan heb je toch, ga je een beetje vanzelf. Ik ga nu weer hardlopen. Gelijk door. Want dan heb ik tenminste weer meters. Oh mijn god. Nou ja. Op naar de 3 nu even. Net weer 2.62 hardlopen. Hard gelopen bedoel ik. Nu ben ik weer hier van het asfalt af. Maar het kutte is, het is sowieso maar misschien 1 kilometer rennen dit pad. En dan ben ik in het dorp en ik haat in het dorp rennen helemaal als ik een camera heb. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan doen. Want ik zit hem op de 2.50.
En ik moet nog de keer de helft. Fucking ja, het is goed dat ik die 1 kilometer heb gerend. Want anders waren we helemaal niet aangekomen. Maar oké, ik ga weer verder. Dit pad weer doen. Dit is het weer nog. Daar is het minder. En daar komen we vandaan. Maar ja. Let's go. Oké, nou, het is echt misschien 1 minuut later, maar fucking hell. Weet je, de zon denkt ook van, laten we opeens super hard schijnen en lekker warm maken voor Nienke, want dat is een top idee. Nee, ik kan echt niet meer. Maar dat zei ik net ook, toen heb ik 1 kilometer gerend, dus dat moet iets goed zijn, toch? Ik moet ook weer dingen oprennen, zodat ik 3 haal en dan zo weer. Weet niet, mijn gezicht glimt ook gewoon. Fantastisch. Oh yes, de zon is weg, dus ik moet nu even hardlopen. Ja, dat is wel. Oké, ik heb een nieuw plan. Ik ga hier hardlopen en dan weer terug naar het asfaltveld. Oh jeetje, ik kan niet meer praten. Asfalt weg. Dan ga ik de andere kant op, dat ook naar het dorp gaat. Rot op zon. Dat gaat helemaal naar beneden. En als ik dat een stukje helemaal naar beneden kan rennen, heb ik sowieso weer 1 kilometer. In plaats van dat ik stop, loop, stop, loop. Dus kan ik beter dat doen dan wat ik net zei. Dus ja, dat ga ik even doen. Maar die weg ga ik eerst helemaal omhoog lopen, want dan kan ik niet omhoog rennen. Want dat is echt teringstijl. Nog steiler dan ooit. Nou, het valt wel mee. Het zijn gewoon steilere dingen dan dat, maar het gaat om het idee. Ja, dat jullie het even voor jullie zien. Dus ik ga even weer hardlopen in de zon. Gelukkig is er een beetje wind, maar ja, dat krijg ik ook last van mijn oren altijd van. Dus ja. Here we go again. Ik ben eindelijk boven. Zo, kijk. Daar kwam ik helemaal vandaan. Daar. Het lijkt niet zo, kijk hoe mooi. Oké, ik ga hier weer even een stukje omhoog. En dan kan ik daarna even rusten. En dan ga ik naar beneden rennen. Ja, ik hoop zo erg dat ik de 5 kilometer haal, maar ik ben bang van niet, maar ja. Hè? No worries. Oké, ja, ik ga verder. Oké, ik ben boven gekomen. En hier gaan we naar beneden, dus je ziet dat het best naar beneden gaat. Maar wel best fijn is om hard te lopen. We zitten nu op 2,75. We moeten sowieso... Even tellen, wacht even hoor. 2,25. Ja. Yeah, well. Let's go, I guess. Hey. Nee, door deze video ben ik erachter gekomen dat ik gewoon rennen kan kouden. Dat ik 1 kilometer kan lopen. Dus wat ik wil zeggen, ik kan nu wel gewoon tussendoor 1 kilometer rennen. Wat ik nooit dacht dat ik kon. Dus, en ik ben weer fucking. Oh, zo. Maar ja, mijn verhaal werd afgehaakt. Terwijl die al af was, maar waarvan. Snapt gij? Oké, ik ga rennen, want dat is nodig. Oké, here we go. Kijk, een konijntje. Maar ik jullie, ja, ik geef even stil met uitlopen. Maar ik heb de 3 kilometer gehaald. Opeens zag ik een konijntje. En ik dacht, dat moet gefilmd worden. Ik ben bijna bij mijn beginstuk. En dan ga ik denk ik weer daarheen. Alles halen we. Ja, ik weet niet. Ik wil het halen, maar ik weet niet. Het is een dilemma. Oké, ik heb het dilemma over nagedacht. Over het dilemma. En ik vind dat ik de 5 kilo moet halen. De 5 kilo, wow. De 5 kilometer moet halen voor deze video. En een heel, heel klein beetje voor mezelf. Maar als ik deze video niet had gemaakt, was ik denk ik naar huis gelopen. Dus deze video is de enige motivatie die ik heb. Het waait zo hard, jongen. Kijk naar mijn oortjes. Oké. Dus ik ga even hardlopen weer. We zitten op de 3. We zaten op de 3,25. Dus moeten we nog 1,75 halen. Nou, moet lukken denk ik. Gewoon heen en weer rennen en dan komen we er vanzelf wel op, toch? Hè? Oh mijn god, mensen.
Ik zag een konijn. Ik dacht, ik ga filmen. Ik weet niet of ik al op aan heb gedrukt en hem weer uit heb gedrukt. Maar ik denk niet dat ik hem op aan heb gedrukt. Ik ben de domste persoon ter wereld. Ik zit hier een heel verhaal te fucking vertellen. Dat ik 2 konijnen heb gespot vandaag. Oh my god. Ha, fucking mess. Beest. Raar beest. Oké, nou, daar heb ik dus niet gefilmd. Hè? Wat slim meer. Wat echt. Nienke, jij bent echt zo fucking dom. En ik had ook gezegd van dat allemaal Marije's schuld is. Dus ik leg de schuld op haar, omdat zij ziek is. In ieder geval. En ook wat ik zei, is dat ik heen en nog... Ik moet zo 3 keer dit ding nog lopen. Want ik ben echt chagrijnig van mezelf. Ik ben... Wauw! Weet je hoe cute het konijntje wegrende? Fucking hell. Nou, nu moet ik er nog eentje tegenkomen om dit te filmen. Het was zo cute. Ik had zo'n mooi beeld. Nou ja, we gaan weer verder. Oké. Omdat ik best klaar mee ben. Letterlijk. Ga ik dit ding aanzetten wel. Dan ga ik gewoon snel wandelen. Of rennen. Snel wandelen, rennen. Zo. Aan het einde. En dan ga ik nog even rennen. En dan moet ik de 5 hebben gehaald. Want anders moet ik nu nog 1,20 kilometer rennen. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Dus ik ga gewoon snel wandelen. Heel snel wandelen, snel wandelen. Logisch, Nienke. En ja, dan gaan we snel wandelen. Snel, Nienke. Niet langzaam. Oké. Oké. Oh mijn god. Nog maar fucking 10 meter. En dan heb ik de fucking 5 kilometer gehad. En ik was dood. Ik was wel dood. Oh mijn god. Oké, ik moet hem even op stop zetten. Stoppen. In totaal heb ik 5.0.6 gedaan. In 37 minuten. En dan 1 kilometer denk ik ongeveer lopend. Want ik zei bij de 3 nog wat eens van... Ja, ik klaar mee was en ik geen zin had om zoveel hard te lopen. Dus ik heb de laatste 200 meter heb ik hard gelopen. En nu heb ik dan... Ja, dus ik heb eigenlijk 4 kilometer hard gelopen en 1 kilometer gelopen. Maar, dat telt nog niet bij. Wanneer ik heb gestopt en weer gelopen. En dat ik 2 keer naar huis moet lopen, want dat is nog niet hier. Want in totaal heb ik bijna 8 kilometer gelopen. En ik heb 5... Nou, laten we het houden. 4 kilometer hard gelopen, 4 kilometer gelopen. Nou, ik vind best... Holy man, ik vind best goed voor wat ik nu heb gedaan. Ja, ik ben trots op mezelf. Nee, dat kut ligt ook altijd. Nu ga ik naar huis lopen, dus we komen sowieso even op de 8,5. Maar yay, we did it. Nou, eigenlijk ik. Jullie hebben echt letterlijk geen regen. Hoop gehad. Godverdomme. Ik weet niet of dat dezelfde fietsje was. Maar ik kreeg een harde val. Oké, in ieder geval. Verder met mijn spraak. Jullie hebben geen reet gaan. Jullie kijken deze video. Lekker, achter je broodje. Maar ik denk als je aan het hardlopen bent dat dit best leuk is om te doen. Om eens een keer te proberen. Maar ik zou zeggen, misschien niet 5 gelijk doen. Nou ja, het kan. Waarom ook niet? Als ik het kan, dan kan iemand anders het ook. Zoals iemand met een gebroken been. Maar oké. Nou ja, dit was de video. Volgende week komt er weer een video. Met elkaar, hoop ik. Behalve als Marijn mij ziek maakt, dan komt er een video van haar alleen. Ja, we hebben ook weer kleding gekocht. Dus er komt ook weer een kledinghaul aan. Te laten zien wat we allemaal beautiful things hebben gekocht. Oké, ja. Het is een rare ding als ik aan het hardlopen heb. Maar kijk eens hoe mooi. Oké, nou. Toedeloe.